Leon van Gelderen, wat een bizar verhaal, joh. Ja, zeg dat. Nu denk ik bijna drie weken niet bij de selectie geweest. Dan een weekje terug en dan de winnende maken is denk ik alleen maar mooi om te laten zien dat ik weer ben aangesloten bij het team. Vertel, jij ziet die bal voor je voeten ploffen en dan? Ja, in de kluts. Marvin raakte hem eerst verkeerd. Toen ik nog een keer. En toen kwam hij ineens voor mijn voeten en toen zag ik hem in het netje liggen. Dus ja, daarna alleen maar ontlading. Ja, wat gaat er dan door je heen op dat moment? Wat voel je allemaal? Ja, dat is niet te beschrijven eerlijk gezegd. Ik weet niet eens wat ik voelde. Volgens mij word je gewoon knettergek. Ja, je wordt gewoon helemaal gek. Ja, dan ren je naar het uitvak en nou, volgens mij zo'n feest maak je niet vaak mee. Nee, ja, ik wou eerst bij het uitvak vieren, maar toen dacht ik, oh nee, dat mocht niet meer. Omdat de biertjes die waren gegooid, was natuurlijk gestaakt. En ja, toen rende ik richting de dugout, maar ik zag iedereen om me afrennen. Ik dacht, nou, hier wil ik niet doodgevonden worden, dus ging ik snel eromheen. En ja, eindstand vierde ik het gewoon. Waarna had jij gehoord van de trainer dat je er vandaag weer bij mocht zijn? Na Jong PSV had trainer me opgebeld dat ik weer mocht aansluiten. En vanaf toen heb ik gewoon de hele week meegetraind. Dus eerlijk gezegd verwacht ik stiekem wel gewoon dat ik bij de selectie zou zitten vandaag. Ja, de afgelopen drie weken was je er buiten omdat je je niet had gedragen aan de regels van de trainer. Ja, klopt. Ja, ik had me onprofessioneel gedragen. Laten we daarop houden. Zie je zelf ook zo? Ja, ik vind van wel. Als ik achteraf kijk, is het niet slim van me wat ik heb gedaan. Maar in die drie weken heb ik er wel van geleerd. En ik denk dat het een goede straf voor mij is geweest ook om me te verbeteren als prof. Volgens mij heb je het vandaag wel redelijk goed gemaakt. Ik hoop het, ik hoop het. Ik zal zo de trainer vragen. Thanks, gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Thanks man.